Hallo lieve boogschutter, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 48, 28 november tot en met 4 december. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve boogschutter, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Maak van iedere dag een feestje. Weet dat als je positief blijft, dat je dan ook veel meer voor elkaar kan krijgen. Vier ieder succes. Geniet van ieder dingetje. Gebruik vooral je eigen kennis en je eigen wijsheid die je hebt opgedaan in je leven. Ik heb ook het gevoel dat je vrij gevoelig kan zijn voor de maan. Nou, lieve boogschutter, we gaan eens even kijken wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de boogschutter deze week verwachten? Deze week staat ook meer in het teken van durf stappen te zetten, durf een sprong te wagen in het diepe en durf te vertrouwen dat je het aan kan. Dus ga echt uit het gepieker. Vraag desnoods om hulp, om verder tot bloei te komen. En ik zie eigenlijk, misschien staan dingen nu op zijn kop, maar weet dat het weer positief gaat draaien. Er komen positieve veranderingen aan, er komt verlichting in moeilijke tijden en misschien zelfs dat je gaat reizen of van standplaats gaat veranderen. Je bent echt bezig met stappen ondernemen. Om ook langer op die termijn verder te gaan borduren. Dus je kruipt wat meer uit je schulp. Nou, lieve boogschutter, we gaan eens even kijken welke boodschap ik extra mag meegeven. En dat zijn er meerdere. Ik heb een aantal van jullie die echt bezig gaan met de workshop of cursus. Maar wat ik vooral zie is nieuwe hoofdstukken breken aan. Wat meer met je gevoel gaan doen. En ook wat meer naar jezelf openstaan. Dus voel je hart maar aan, zet je hart maar open en volg dat pad. Lieve boogschutter, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Ook daar kan je WhatsApp consulten boeken. En wil je liever een workshop doen om verder met je intuïtie te gaan? 9 december is die bijenwas workshop voor volwassenen. En de 28 december is voor kinderen. Wie weet zie ik je daar. Heel erg bedankt voor het kijken en heel veel succes deze week.